In deze videotraining laat ik zien hoe je gebruik zou kunnen maken van invulformulieren. Aan de hand van een invulformulier is het bijvoorbeeld mogelijk om klanten of anonieme bezoekers van je website zich in te laten schrijven op een evenement. Dit kan een workflow starten waardoor deze informatie in een site terechtkomt bij de juiste persoon die via een flow een nieuwe organisatie of persoon kan aanmaken of het dossieritem kan koppelen aan een bestaande persoon of organisatie. Dit voorbeeld zal ik in deze videotraining verder uitleggen. Ik begin met het aanmaken van een type dossieritem. In startmenu CRM ga ik onder dossier inrichting naar type dossieritem. Hier klik ik op nieuw en geef ik een omschrijving op en vink ik eventueel relevante velden aan. Zorg er in ieder geval voor dat het vinkveld beschikbaar voor invulformulieren aanstaat. Klik op volgende. Hier vink ik vrije velden gebruiken aan en voltooi de wizard. Nu open ik de eigenschappen van mijn zojuist aangemaakte dossieritem en ga ik naar het tabblad In en Outside. Hier vink ik zichtbaar en vast te leggen aan voor Outside en geef ik de omschrijving in meervoud op. Voor Inside zet ik ook zichtbaar aan en geef ik hier wederom het meervoud van de omschrijving op. Op het tabblad Bestemming zet ik Organisatie plus Contact en Organisatie Persoon op optioneel. Vervolgens ga ik de workflow aanmaken. Deze kunnen we straks via kenmerkcombinaties aan elkaar koppelen. Ik klik op Nieuw en ik geef een omschrijving mee. En deze baseer ik op een lege workflow. Ik voltooi de wizard en automatisch start de Workflow Editor. De workflow hoeft niet heel uitgebreid te zijn. Ik wijzig de naam van ter afhandeling naar inschrijving verwerken en geef vervolgens een bestemming op bij de taak. Zorg er vervolgens ook voor dat bij deze taak het vinkveld dossieritem aanpassen aanstaat. Het belangrijkste is dat de speciale actie verwerken persoonsgegevens invulformulier gekoppeld is aan de taak. Sleep deze naar de taak en laat deze daar los. Je ziet nu dat er twee acties gekoppeld zijn aan de taak. Ik sla vervolgens de workflow op en publiceer deze. Nu ga ik naar het tabblad Kenmerkcombinaties. Ook hier klik ik op Nieuw, ik geef een omschrijving mee en koppel de workflow die ik zojuist heb aangemaakt. Vink ook voor vastlegging in Outside aan en voltooi de wizard. Profit geeft aan dat je het dossieritem pas kan gebruiken als je deze activeert in je site. Hier kom ik later op terug. Ik klik op OK. Nu gaan we het daadwerkelijke invulformulier aanmaken. Ga in startmenu Algemeen onder In en Outside naar Invulformulier. Maak hier een nieuw invulformulier aan. Ik geef een omschrijving mee. En ik wil dat het type Inschrijven Algemeen is. Je ziet dat ik hier nu verplicht een vervolgpagina moet opgeven. Deze hebben we nog niet, dus ik maak even kort een uitstap naar Outside. Ik meld me hier aan als sitebeheerder en maak een nieuw document aan. Hierin plaats ik een bedankje voor de inschrijving. Na het opslaan en publiceren ga ik terug naar Profit. In het invulformulier koppel ik nu deze pagina als vervolgpagina. Ik vink dossieritem insturen bij verzenden invulformulier aan. Ik geef het dossieritem op en hoef geen kenmerkcombinatie te selecteren aangezien er maar één aanwezig is. Heb je meer kenmerkcombinaties aangemaakt, maak hier dan een keuze. Klik op Volgende. Vul de extra opties naar eigen wens in en voltooi de wizard. Automatisch wordt een management tool geopend. Hier ga ik naar het tabblad Tabbladen van Enjoy Tennis Classics. Ik koppel de gewenste velden en zorg er in ieder geval voor dat er persoons- of organisatiegegevens ingevuld moeten worden. Sluit vervolgens de management tool. Voordat we naar Outside gaan, gaan we eerst onder Startmenu Algemeen naar Site. Hier open ik de eigenschappen van Outside en ik ga naar het tabblad Type pagina. Je ziet hier de nieuwe pagina tussen staan en deze vink ik aan. Ik sluit de eigenschappen en doe vervolgens hetzelfde voor Inside. Nu ga ik Outside inrichten. Let op, mijn Outside zal er heel anders uitzien dan die van jullie. Ik begin met het toevoegen van een nieuwe portalpagina. Ik geef een omschrijving mee en selecteer als type pagina de marketingactie.
Bekijk goed welke pagina je hanteert. Dit kan namelijk bepalend zijn voor of anonieme gebruikers deze pagina wel of niet mogen zien. Voltooi de wizard en maak de portalpagina naar eigen wens op. In de portalpagina voeg ik een afbeelding toe en deze laat ik verwijzen naar het invulformulier. Ik sla de pagina op en publiceer deze. Plaats deze pagina vervolgens waar je wilt op je site. Nu ik de inrichting gedaan heb, zal ik het resultaat laten zien. Als anonieme gebruiker kom ik op de website van Enjoy terecht en ik ga hier naar het kopje Enjoy Tennis Classics. Je ziet de portalpagina en ik kan me hier inschrijven. Het invulformulier wordt geopend en ik geef de gevraagde gegevens op en verstuur het invulformulier. Vervolgens open ik mijn Insight. En let op, mijn Insight kan er ook anders uitzien dan die van jullie. Zorg dat je ingelogd bent als gebruiker die ook rechten heeft gekregen in de workflow. In mijn Insight zie ik onder mijn acties inderdaad het binnengekomen invulformulier. Ik open deze taak en je ziet hier de ingevulde gegevens. Rechts zie je de knop Verwerken gegevens uit invulformulier. Deze klik ik aan en hier kan ik de gegevens koppelen aan een bestaande persoon of organisatie of je maakt een nieuwe persoon of organisatie aan. Ik klik op Nieuwe organisatie. De gegevens worden automatisch overgenomen. Ik klik op aanmaken en je ziet dat de gegevens nu gekoppeld worden aan de juiste organisatie. Vervolgens klik ik op aanpassen en handel ik de workflow af. Ik open nu opnieuw Profit en daar ga ik even onder startmenu CRM naar de organisatiepersoon. Hier zoek ik Piet Pietersen erbij en je ziet dat deze is aangemaakt. In de eigenschappen, onder het tabblad dossier, zie ik nu inderdaad het gekoppelde dossier-item van de Enjoy Tennis Classic staan. Optimale integratie. Tot zover deze videotraining over invulformulieren.